Dag, dames en heren. Leuk dat u kijkt naar de 30-daagse weersverwachting. Het is op dit moment erg droog. We beleven een unieke serie van droge dagen in grote delen van Nederland. En dat terwijl het eerder dit jaar nog zo nat was. We zien de tekenen terug. Veel stoffigheid, sproeiinstallaties die op volle toeren draaien. En voorlopig op korte termijn staat er nog geen regen op het programma. Want op de weerkaart zien we heel duidelijk een krachtig hoogdrukgebied boven het noorden van Europa. En de gebieden met lage luchtdruk, met bewolking en buien, die zitten bijvoorbeeld op de Atlantische Oceaan en ook over het zuidoosten van Europa. Onder de vleugels van het hoge drukgebied hebben buien geen kans. Daar is het droog en Nederland bevindt zich ook in de nabijheid van het hoge drukgebied. Ten zuiden van ons zitten wel buien en die laten een hele mooie dagelijkse gang zien. Want in de nacht en ochtend dan is het veelal droog, maar in de middag met het oplopen van de temperatuur, dan komen de buien tot ontwikkeling. En dat zien we ook mooi terug. Hier verdwijnen de buien en dan de volgende. Dan neemt de buigheid weer toe, maar we zien heel duidelijk, als we ook kijken naar begin volgende week, dat met dat hoge drukgebied eerst nog in de buurt van de Baltische Staten bij ons voorlopig droog blijft. Dat hoge drukcentrum dat schuift naar het oosten, maar een veel belangrijkere kern komt in de loop van volgende week ook boven de noordelijke Noordzee en de Atlantische Oceaan te liggen. Zo'n beetje tussen Schotland en Noorwegen in. Dan zouden misschien in de loop van de volgende week een paar buien tot ons land kunnen doordringen. Dat is met name de optie die het Amerikaanse weermodel laat zien. Het Europese weermodel wil daar niets van weten. Die gaat ook volgende week nog voor volledig droog weer. En daar hoort dan deze luchtdrukafwijking bij. Een krachtig hoge drukgebied ten noorden van ons land. In eerste instantie bij de Baltische Staten. Dat schuift weg en daarna komt het zwaartepunt wat meer boven de noordelijke Noordzee te liggen. Lage druk, met name op de oceaan. Zelfs in de buurt van de Azoren, waar normaal de hoge drukgebieden horen te liggen. Bij zo'n verdeling hoort dan natuurlijk ook droog weer onder de vleugels van het hoge drukgebied. Nou, dat zien we ook terug. Niet alleen in Scandinavië, ook de Britse eilanden, Nederland en het noorden van Frankrijk. En meer regen dan gebruikelijk, ja, dat valt er natuurlijk bij die lage drukgebieden. Op de oceaan, bij de Azoren, maar ook in het Middellandse zeegebied, waar we, zoals we net in die animatie heel mooi zagen, die dagelijkse gangbuien elke dag weer tot ontwikkeling komen. En her en der toch wel een flinke hoeveelheid regenwater kunnen opleveren. Bij ons. Geen regen volgende week, droog weer. En dat niet alleen, ook de temperatuur ligt op een veel te hoog niveau voor de fase van het jaar. Sterker nog, dit weekend kunnen we op uitgebreide schaal landinwaarts temperaturen van meer dan 30 graden verwachten. En ook in Noord-Europa is het behoorlijk warm. Bij de buien in het zuiden van Europa, misschien wel een beetje dezelfde temperaturen als bij ons, iets lager. Maar in ieder geval is dat duidelijk te laag voor de tijd van het jaar, met name in Zuidoost-Europa. In de pluimgrafiek kunnen we ook heel mooi zien dat het voorlopig warm is. Dit weekend bijvoorbeeld temperaturen rond de 30 graden. In de loop van de volgende week zien we wel een voorzichtige daling. Maar we blijven royaal boven de 20 en we komen over het algemeen zelfs royaal boven de 25 graden uit. En dat kunnen we ook mooi zien. De kans op een zomerse dag bijvoorbeeld is de komende dagen zelfs 100%. Die neemt dan wat af. En dit weekend hebben we zelfs een gereden kans dat we in Midden-Nederland een tropische dag kunnen noteren. Er komt dus wel wat verandering. Dat zagen we net al op de weerkaart. In de loop van volgende week schuift het zwaartepunt van het hoge drukgebied wat meer richting de noordelijke Noordzee. En in de week daarna lijkt die trend door te zetten. Het zwaartepunt komt zelfs wat meer richting IJsland. Daar worden in ieder geval de grootste afwijkingen verwacht. Maar lage druk blijft aanwezig op de oceaan. maar heeft dus de neiging om zich toch ook een klein beetje over onze omgeving uit te breiden. Nou, dan is natuurlijk de grote vraag: gaat dat dan uiteindelijk ook wat regen opleveren? Nou, in ieder geval blijven de temperaturen vrij hoog, ruim boven de norm. Zo de laatste fase van juni. Dus dat zijn dagen waarbij we vaak rond de 25 graden wel uit kunnen komen. Uitschieters zijn zeker mogelijk. Ja, en wat neerslag betreft: onder de vleugels van de hoge drukgebieden ten noorden van ons duidelijk te droog. Ten zuiden van ons, bij die lage drukgebieden, is het duidelijk natter. We zien wel dat dat gebied met neerslagafwijkingen in de plus een heel klein beetje naar het noorden komt. Dit is een week gemiddelde. Het zou zomaar kunnen zijn dat het zuiden van Nederland toch wel eens een keer een paar buien vanuit Frankrijk ziet binnendringen. Maar misschien dat het noorden daar helemaal vrij van blijft. Gaan we dan wat verder vooruit in de week van 26 juni tot en met 3 juli, dan zien we dat dat gebied met neerslagafwijkingen zelfs nog wat verder naar met name het Noordwesten schuift, maar ook Nederland kleurt een heel klein beetje groen. Het is niet echt overtuigend, maar het lijkt er dus op dat er toch ook wel een paar buien zo rond de maandwisseling in Nederland kunnen vallen. Ze zullen geen einde maken aan de droogte. Er zit dus wel een kleine verandering in wat weerbeeld betreft. Qua temperatuur zal dat wel meevallen. We zien nog steeds dat grote delen van Noordwest- en Noord-Europa duidelijk warmer zijn. En nog steeds her en der wat gebiedjes waar het wat kouder is in Zuidoost-Europa. Met nog steeds wat buigheid erbij. De luchtdrukafwijking voor de week van 3 tot en met 10 juli is op zich wel weer wat interessanter aan het worden voor de liefhebbers van wat meer, nou, zullen we het maar zo zeggen, wat dynamiek in de atmosfeer. Want wat we daar zien is dat op dat moment de luchtdruk boven Noord-Europa waarschijnlijk nog wel wat aan de hoge kant is, maar niet extreem hoog. Luchtdrukafwijkingen worden positief in Zuidoost-Europa en zijn nog steeds negatief ten zuidwesten van ons. Je zou kunnen zeggen dat er voorzichtig een wat meer zuidelijkere stroming op gang komt, waarmee niet alleen warme lucht af en toe onze omgeving kan binnendringen, maar ook wat vochtigere lucht. Dus misschien dat tegen die tijd de liefhebbers van een paar fikse onweersbuien ook weer eens een keer aan hun trekken gaan komen. Nou, volgende week kijken we weer eventjes hoe dat er dan weer aan toe gaat in de weerkaarten. Wat mij betreft, tot de volgende keer.